Met de olievondst voor de kust van Suriname zal de economische positie van het land zeker verbeterd worden. Daarvan is staatsoliedirecteur Rudolf Elias overtuigd. De hoeveelheid olie die door Apache Corporation is aangetroffen is nog niet bekend. Dat zal volgens Elias na ruim een jaar bekend zijn. Wanneer de olie naar boven gehaald kan worden is nu ook moeilijk te bepalen. De staatsoliedirecteur benadrukt dat het bedrijf wel voorbereid is om een maatschappij van wereldklasse te worden. Een gedeeltelijke privatisering van staatsolie is daarbij niet uitgesloten. We zijn op schema om dat te halen. Ik heb gezegd, we moeten een wereldklasse bedrijf worden. Wat de keuze gaat zijn voor de IOC om mee samen te werken. De internationale oliemaatschappijen. We moeten dus hetzelfde als hun kunnen denken en we moeten hetzelfde als hun kunnen acten. En we zijn onderweg om dat te doen. Dat beamen ze zelf ook. Ik zeg, met sommige dingen lopen we zelf voor. Als je kijkt naar ons genderbeleid bijvoorbeeld. We hebben meer vrouwen in dienst als Exxon in leidinggevende functies. We denken nu al bijna hetzelfde. We hebben onze hele accountancy hebben we gedaan met een internationaal accountantsbedrijf, one of the big four. We hebben gezegd tegen hen dat we naar de capital markets willen. Dus ze kijken op een andere manier naar onze cijfers als dat ze normaal zouden doen. En daar zijn we ook nu al 4 jaar mee bezig, of eigenlijk 3 jaar zijn we daar al intensief mee bezig. Dit jaar gaan onze jaarcijfers daardoor wat eerder uitkomen. We hebben het pad ingeslagen en we zijn ready om ervoor te zorgen dat als we het geld nodig hebben, als het een mooie investering is die we kunnen doen met die 20%, dat we dan ook het geld kunnen ophalen. Dus het woord om te zeggen we gaan definitief naar de beurs is nog niet gevallen? Nee, dat is nog niet gevallen. Eén, dat kan Rudolf Elias niet zeggen. Dat is een beslissing uiteindelijk van het parlement. Wat de positie van staatsolie wordt in de regio durft Elias nog niet te zeggen. Hij zegt dat het bedrijf nog even de verdere ontwikkeling wil afwachten om dat concreet aan te geven. Laten we nu even kijken wat nu de volgende oliefondsen zijn. Laten we kijken of deze oliefondst inderdaad zo groot is als dat men denkt dat het is. En dat ze een ontwikkelingsplan hebben. En dan kunnen we zeggen waar we staan. Ik kan je wel zeggen, per hoofd van de bevolking betekent dit ongelooflijk veel. Dat zie je aan Guyana. Guyana is op dit moment, als je kijkt in de wereld, het rijkste land op het gebied van olie per hoofd van de bevolking. En als we nu 2 of 3 oliefondsen hier achteraan hebben, we hebben minder inwoners, dan zal het snel zijn dat Suriname dat ook is. Dat was staatsoliedirecteur Rudolf Elias. Hij weet zeker dat de economische positie van Suriname beter wordt met de oliefondst voor de kust.